Nou, zoals jullie kunnen zien, Klein komt thuis en die heeft er ook zin in. Meneer Buijraden, weer is niet goed, jongens. Ik wil me helpen. Ik wil jou helpen, maar we gaan niet op de Crocs. We gaan mooie schoenen aandoen. Goedemorgen allemaal, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en ik ben vrij en ik ga samen, nee noem maar niet daarin. Samen met Liano ga ik Milena naar school brengen, want Milena gaat alweer 3 dagen naar school. Ze is op woensdag voor de eerste keer gegaan, dat was een korte dag, dat ging goed. Gisteren een lange dag, ging goed. Heel af en toe een klein beetje huilen, zei de juffrouw, maar in principe ging het hartstikke goed. Dus vandaag hoeft ze ook nog maar een halve dag en dan heeft ze weekend. Niet zomaar weekend, maar een lang weekend, want Milena is 4 dagen vrij. Het weekend en maandag en dinsdag heeft ze nog studiedag, dus dat is lekker. We hebben ons warm aangekleed, joggingpakjes aan, Liano ook joggingpakje aan. Want jij gaat mee, Milena, naar school brengen, hè? Toch? Ga je mee? Mama. Gisteren was hij namelijk heel verdrietig dat hij niet mee kon, Milena, naar school brengen. Maar toen was de oppas, hè, dat moest werken. Ja, schatje. Tutties. 3? Ja. Heb je zoveel tutties? Ja, alweer. Alweer? Wat raar. Wat raar dan. Dus ik ga even de spulletjes pakken. Ik heb al een bakje fruit. Milena had gisteren een klasgenootje spelen. Toen hebben ze samen geschilderd. Dus die nemen we even mee om te geven. Tuties. Zoveel tuties. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? He? Dus ik ga Milena nog even de haren kammen en haar klaarmaken voor school. Hoe kan dat nou? Ik ben weer thuis samen met Liano. We hebben Milena naar school gebracht. En ik word gebeld. Ik word tegenwoordig vaak gebeld. Doe Glenn. Hi. Yo. Ja, ik kon niet bellen, want ik moest met Liano in de auto net gelijk Sinterklaas liedjes zingen. We zijn net thuis, maar wat denk je? Hoe is het gegaan? Ja. Tuurlijk. Ja, ik weet het ook niet. Ze blijven gewoon zo angstig. Ik zei, denk aan die 2 stickers die je krijgt als je niet huilt. Denk aan die 2 stickers. Dus toen heb ik daar bij de juf gezet. En toen ging ik buiten bij het raam zwaaien. En toen zat ze wel gelijk in de kring op haar stoeltje. Dus het is echt maar een paar seconden. En ze was wel minder overstuur nou als normaal. Normaal gaat ze heel erg hangen. En dat deed ze nu niet. Maar ze huilde wel. Maar nou is ze weer, nou is ze 4 dagen vrij, of niet? Ja, nu is ze 4 dagen vrij, dus dan moet ze straks weer wennen. Dus ja. Nou, zoals jullie hoorden. Ik ben ook aan het ontbijten, sorry. Wou ik dan heel even een update horen van hoe het met Milena ging. Want we dachten echt van, nou, dus de 3e dag weer. Misschien hoeft ze geen traantjes meer te laten, maar de kind heeft zo'n verlatingsangst, jongens. En ja, we werken nu met die beloningskalender met stickers plakken en dat ze een cadeautje mag, maar dat werkt niet. Ik weet het niet, we hebben volgende week gesprek met de juf, misschien dat de juf nog tips heeft. Misschien dat jullie tips hebben voor ons, maar ik denk dat dit gewoon even een fase is waar we vrij weinig aan kunnen doen. En gelukkig is het ook na een minuut of zo, nog ineens een minuut, is het over en zit ze alweer gezellig in de kring, dus ja. Maar goed, een beetje de planning voor vandaag. Niet veel, want ik heb best wel veel moeten werken afgelopen week. Dus ik doe het lekker rustig aan vandaag. Lekker een rustig ochtendje met Liano thuis. Ik zit even achter de computer de vlog te editen. Terwijl Liano even tv kijkt. Dan wil ik dadelijk even wat wasmandjes opruimen. Dan moeten we Milena om 12 uur ophalen. Dan gaat Lily slapen.
En dan hebben we vanavond hebben we een verjaardag van mijn nichtje. Daar gaan we naartoe. En wat echt super leuk is, jongens. Het is eigenlijk mijn werkweekend. En vrienden van ons die zaten echt al de hele tijd te zeuren van... Gaan jullie mee naar Supremacy, naar een feest? Dus ik zei ja, ik had gevraagd of iemand mij zondagochtend kon werken. En dat kon niet, dus wij konden niet. Maar nu kon ik toch uitgepland worden. En de kaartjes die waren nou best wel goedkoop. Dus Glenn en ik gaan morgen daar nou toch naartoe. Dus we hebben er super veel zin in. Maar hun weten het niet. We willen hun proberen te gaan verrassen. Want het is in de Gelderdoom. Dus het is een super groot stadion met heel veel mensen. Dus we moeten kijken of we hun zo kunnen vinden. Onder de mom van, oh, en waar staan jullie nou dan? Hebben jullie een beetje een vaste plek? Maar dat gaan jullie in de volgende vlog zien. Ja? Mag ik? Nee, je hebt nou toch al twee broodjes op. Je mag dadelijk een beetje fruit. Oh, jongens. Deze jongen die kan zo eten de laatste tijd. En iemand reageerde van, ja, misschien bruinbrood of koor, dat is veel beter. Maar dat krijgt hij al. En je moet er toch een beetje een rem op zetten. Je mag zo lekker fruitje eten, schat. En al één broodje dan. Ja. Eentje? Geef bordje bij mama dan. Hij kan het hebben, gelukkig. Hij is niet meer... Oh, wat hoorde ik daar? Wat was dat? Wat was dat? Hm? Oh, niet met je handjes op mijn pak. Kom. Ik weet niet of je zo'n hebt. Oh, mama, nog eentje maken dan. Loop maar dan. Nou, Liano die vroeg of hij even in de achtertuin mocht spelen. Dan heb ik de achterdeur openstaan. En jongens, ik heb een warm pak aan. Maar ik heb het echt koud. Het wordt echt koud. Ik lag van de week voor de eerste keer weer een dekentje. Klein had gisteren de kaarsjes aangestoken. Het is echt warm. Kijk hem nou lopen. Op die voetjes. Ik doe niks. Wat heb je aan de voeten? Veel te groot die schoenen. Doe maar voetballen dan. Ik doe ze niet uit. Hij is bang dat ik ze uit doe. Nou, dan ga ik even de bank op onder de deken en met een warm kopje thee. Maar ik zeg je heel eerlijk, dat ik me eigenlijk helemaal niet zo lekker voel of zo. Dus ik weet niet of het komt omdat ik het gewoon een beetje koud heb. Omdat de deur open staat en Liano in de achtertuin wil spelen. Maar... ik had vanmorgen ook een hele schorre stem, een beetje keelpijn. En ik heb sinds gisteren heel erg last van mijn schouder. Die heb ik net even ingesmeerd. Want Glenn die heeft zo'n crème met diclofenac erin in Italië toen gekocht voor zijn knie, voor met het voetballen. Hij zei smeer dat er anders even een beetje op. En het lijkt nu wel iets minder. Wat is er? Wat is er? Wat is er? Misschien moet je maar even opstaan en kijken, Sas. Oh. Wat is er? Hm? Wat is er? Wat is er gebeurd? Ga je snel wegkruipen? Moet ik je helpen? Nee? Lukt het zelf? Lukt het zelf, schat? Nou, dat zal wel. Lukt het? Oké. Heb je het of krijg je het? Ik mag niet kijken. Hij wil zelf spelen en bouwen. Oké, dan doe je dat toch. Maar goed, dan ga ik weer lekker onder mijn dekentje. Want het is echt, echt koud met die deur open. Volgende week krijg je volgens mij nog... Wat wil je? Steppen? Niet steppen. Wat? Soms, hij kan echt veel beter praten en goed. Slapen? Ja. Wil je slapen? Ja. Oké, het is 10:00. Ik wil slapen. Ben je moe dan? Ja. Hij heeft de hele nacht goed geslapen tot 6:30. Oké. Kom bij mama liggen dan. Nee, mama slapen. Wil je slapen? Ja. Mama jouw bedje leggen? Ja. Wil je even chillen? Ja. Oké, dan kan mama wel ondertussen de was opruimen. Dat is best goed. Oké, Liano, doen we. Goeie van jou. Zo, nu Liano dus even zit te chillen op zijn kamer, wat hij zelf graag wou, heb ik even de tijd om deze drie kleine wasmandjes op te ruimen en in de kasten te leggen. Dus dat is wel super fijn. En ik denk als ik daar dadelijk mee klaar ben, dat we al bijna Milena kunnen gaan ophalen. En het is koud, maar het is droog. Dus dat gaan we weer heerlijk lopend doen met de kinderwagen. En wat ik dan vaak het liefste doe, is lekker... ja, het is nou net een reclame, maar... de lekker muziekje opzetten. Lekker hard. En vooral als we weer naar een feestje gaan, dan zet ik altijd weer een beetje hardstyle op. Ik ben zo benieuwd of het gaat lukken wat wij willen doen. Die vrienden verrassen
Zonder dat we moeten zeggen dat we er zijn om ze te kunnen vinden. Dat we ze gewoon zo tegenkomen. Ik ben echt heel benieuwd of dat gaat lukken. En naar hun reactie, want dat is wel leuk. Want ja, in één keer kunnen we toch gaan. En het was echt niet de bedoeling, maar we kunnen gaan. En dan heb ik er ook weer echt veel zin in. Ik wens haar vanmorgen ook. Ik heb er ook echt veel zin in. Die is op het werk en die luistert altijd muziek op het werk. Die heeft ook alweer de hele tijd dit opstaan. Dus ik ben alweer... Ik heb nieuwe kleren besteld trouwens. Ik heb hier één pakketje met één topje die gaat. En twee topjes moet ik terugsturen. Die waren helaas te klein, waardoor alles niet zo mooi zat. Dus die moet ik terugsturen. Dus ik heb nou vandaag nog iets nieuws besteld. Ik kom vandaag binnen, ga ik even passen. Want ik weet niet waarom, maar altijd als ik naar een feestje ga, wil ik het liefst iets nieuws. Eigenlijk is het echt belachelijk, want ik heb zoveel leuke dingen. Maar ja, toch is altijd die drang dan om weer iets nieuws te kopen. Maar goed, even dus een muziekje aan en de was opruimen. Zo, en toen liepen we alweer buiten. En gaan we samen Milena ophalen. Het is droog, gelukkig. Hangt wel een beetje een donkere wolkje, maar... He, we nemen het risico. Ik heb een buiengraden gekeken. En daar stond dat het nog droog bleef. Wat is dat? Een moe. Moe? Is een koe. Ja, wie gaan we ophalen? Milena ophalen van school. Dan heeft ze een heerlijk lang weekend van 4 dagen. Hoeft Milena 4 dagen niet naar school? Nee. Nee. Wanneer buiengraden weer eens niet klopt, jongens. Klen zei het nog. Ik zou het risico niet nemen. En hier lopen we in de regen. Thuis van Milena ophalen. Milena heeft weekend, ja. Ja, jij mag mij meehelpen, schatje. Yay! Want, doe jij mij even vertellen, wat gaan wij maken dan? Ei. Wat gaan wij maken? Ei. Heb je dat zin in? Ja. Yay! En Diana gaat mama? Maken. Maken? Helpen. Helpen? Maar goed, buienraden die klopt er ergens niet, want we zijn alle drie een beetje nat geworden, hè? Hoe zei je dat net? Jongen. Ja. Hij zat zo in de wagen. Jongen. Kwam er zo regen? Nee. Werd je gewoon nat? Nee. Werd je niet nat? Ja, jouw broek een beetje, hè? Ja, maar ik had de kap voor jou dichtgemaakt. Ja, haren. Haren? Ja, haren. En wat zei jij toen? Wat? Zei jij, jongen. Ja, mama gaat even eitjes bakken, broodje maken. Nee, en dan gaan we hier niet aankomen, want dit wordt nou heet. Je mag hier zitten, maar niet aankomen. Want het wordt heet en dan heb je, auw! Auw? En dan doe je, auw! Auw! Wat doe je, mama, dan? Mama kus je dan, één kusje. Mwah. Niet aankomen, wat heet de pan? Luister. Kijk eens, een lekker pannetje vol met eitjes. Liano en ik eten op een boterham. Milena is nu al een boterham aan het eten, want die eet dan het eitje. Zo, is die lekker? Toppie? Duimpje? Goed hè, je doet mama goed helpen hè? Grote jongen, dan ga je zometeen even slaapje doen. Ja, ik praat. Ja, maar Milena heeft gisteren gemaakt hè, van Frozen. Mooi. Ja, kijk. Dit is Elsa en dit is Olaf. Vind je mooi? Goed zo. Nou, de eitjes zijn bijna klaar. Ik heb hem lekker met een stukje kaas erbij. Dat vind mama, ik heel leuk. Kaas? Wat is er? Ja, ben je broodje goed aan het eten? Goed zo, schat. Trots op jou. Eindelijk eet ze weer goed brood. Mama ligt op bed en ik ben hier samen met Milena. Milena heeft even mooi omgekleed. Mooie prinsessenkleren aangetrokken. En ik ben even een... snack voor ons aan het maken. Milena die had zin in een kipcorn. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk best wel een goed idee, meisjes. Dus ik heb een kipcorn in de airfryer voor ons klaargemaakt. En ik zei dat we die straks eten. En toen kon ze kiezen wat ze wil. En ik heb weer die carbonara, die vorige keer echt zo goed in de smaak viel. En die saus heb ik nu weer aan spekjes. Dus ze zei, mama, doe maar weer lekker die spaghetti. Dus die ga ik zo meteen maken. En dan even Glenn ook bijna weekend. En dan gaan we eten en dan gaan we naar die verjaardag. Ik denk dat we allemaal zo meteen nog even omkleden, want we hebben allemaal joggingpakjes aan. Nu vind ik dat bij Liana nooit zo heel erg, want ik vind dat bij een jongetje altijd wel heel leuk en stoer staan, een joggingpakje. Maar ja, die jongen die heeft vanmiddag gegeten en die jongen die knoeit nog heel veel. Dus die zal gegarandeerd een beetje vies zijn. Dus ook hij moet denk ik dadelijk even schone kleertjes aan. Maar dat doen we pas na het eten.
Dan kleedt iedereen zich om en dan kunnen we naar die verjaardag. En dan is morgen gewoon het feestje, jongens. Ik heb er heel veel zin in. Echt leuk. Het is lang geleden dat we naar zo'n binnenfeest zijn geweest. We gaan natuurlijk best wel vaak naar buitenfestivals. En dit is nu dus gewoon echt weer in de Gelderdoom. En daar is ons laatste feestje voor Milena. 1 jaar voordat ik zwanger werd van Milena. Dus dat is alweer 6 jaar geleden dat we daar zijn geweest. Dus ja, dat is wel leuk. We hadden wel een probleem, want ik en Glenn hadden de kaartjes gekocht. Ik weet niet of ik het al gezegd heb. Misschien vertel ik het dubbel. Maar dan van allebei een andere ingang. Dus één had ingang Q en de ander had ingang E. Nou, dat vind ik dus niet fijn, hè. Dat je niet samen tegelijk naar binnen kan. Maar nu appte mijn collega, die gaat ook. En zij en haar vriendin hebben ook allebei een andere ingang. Dus die zei, wil je een kaartje ruilen? Ik zei, ja, graag. Dan kunnen we gewoon allebei tegelijk met onze partner, vriendin, naar binnen. Dus daar ben ik heel blij mee. Dat scheelt weer. Dus ja. Ik ga even een kipkorrentje geven aan Leentje. Gaan we even lekker een snackje eten. En zoals ik laatst al zei, vind ik hem lekker als die speciaal is. Deze bordjes die stonden allemaal in de vaatwasser. Die is net schoon. Dus ik had Liane met eten straks 1 keer een bord van porselein gegeven. En die viel gelijk kapot. Maar goed. Scherven brengen geluk, maakt niet uit. Maar zo zie je maar, dat je je kind dan nog helemaal dat niet kunt geven. 1 keer een ander bordje en pats, boem, kapot. Dus ik kon de soszuiger weer pakken. Maar ach, jongens, ik ben niet anders gewend. Ik moet sowieso na het eten. Zoals jullie horen ben ik lekker aan het koken met muziek erop. Jullie vroegen laatst het recept van de pasta carbonara. Het is niet met groente, het is heel simpel. Het is eigenlijk een soort cheat day, maar dan mag op vrijdag. Maar ik ben nu de spaghetti aan het koken. En als eerst ga ik spekjes bakken. Dat doe ik als eerste. Kijk hier. Oh, mijn bol. Nog een keer, wat nog een keer? Nog een keer dansen? Ja. Oké, komt hier. Oh, we zijn op voet! Hondje! Ga je laten weer een feestje voor mama? Ja! Yay! Mama, weer een feestje? Ja! Yay! Mama, wat is spekjes voor mama? Wat wacht het aan? Oh. En mama niet conditie. Mama echt niet conditie. Mama niet conditie, hè? Nee, mama niet conditie. En dan doe ik 2 van die verse pasta sausjes. Carbonara doe ik door de gebakken spekjes heen. En dan zometeen eigenlijk spaghetti opscheppen. Saus eroverheen. En heerlijk, de kinderen vinden het super lekker. Nou, zoals jullie kunnen zien, Klein komt thuis en die heeft er ook zin in. Pika! Ik heb hier trouwens nieuwe dingen opgezet, hè? Ja? Maar kijk jongens, we hebben dus heerlijk lekker bordje spaghetti. En dit vind jij heel lekker, Liano. Ik mocht tablet. Oh ja, jij moet nog tablet. Pak eens even achter jou en jij gaat weer gelijk zitten. Ja, had ik in mijn hand. Ja, maar ja, had ik in mijn hand. Lena, jouw telefoon is achter. En lekker eten. Eet smakelijk, Lily. Eet smakelijk. Heerlijk bordje. Komt ie, hè? Hoe sta je morgen? Liano zit al aan zijn tweede bordje, jongens. Ja, dat is waar. Heb je ook goed gegeten? Wij zijn allemaal omgekleed en klaar om naar die verjaardag te gaan. Ik heb dit nieuwe setje aan van Gers, heb ik in Italië gekocht aan een lange mouw. Dat mag nu zeker wel.
Nou, en dan ga ik ook nu deze vlog weer afsluiten. Bedankt voor het kijken, help! Vergeet niet te liken. Oh, laat even zien hoe mooi je bent. Wauw, rondje draaien. Ah, nee. Ja, maar we gaan niet op de crocs, hè? Dat is niet eerlijk. Wat is niet eerlijk? Ik wil je helpen. Ik wil jou helpen, maar we gaan niet op de crocs. We gaan mooie schoenen aandoen. Help. Ja, ik ga niet op de crocs jou laten gaan. Hallo. Hallo. Ja. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zien jullie bij de volgende video. Doei.